zijn enkel politie ik herken, omdat mijn lieve vrouw in elk geval iedere avond naar NOS moet kijken en wat daarna volgt. Dus de burgemeester, maar ook alle andere notabelen, de nabestaanden die hier aanwezig zijn. De nabestaanden op de eerste lijn, maar ook de nabestaanden in de verder buitenste cirkels die er zijn. Maar dat zijn er heel veel. Ik heb aangegeven dat ik in Nederland ben voor familiebezoek en dat ik mij met betrekking tot de politiek met name niet zo uitlaten tegenover de vele journalisten die van commentaar voeren. En ik wil zo dicht mogelijk daarbij blijven. Maar ik maak graag van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat wij ten eerste met de nabestaanden al die jaren meeleven. Dat we ook op dit moment meeleven. En dat is vast en zeker op een manier waarbij we rekening mee houden dat 29 november 2019 feitelijk alleen maar een formaliteit is geweest. Want eigenlijk is er niets veranderd. Alle mensen wisten precies wat zij nu weten, al die tijd. En het is zo dat er sommigen zijn die bereid waren wat ze weten te omhelzen. En sommigen die bereid waren in het volk van Suriname om dat te verwerken. En het is duidelijk dat wij nog even door zullen moeten gaan. Maar we hebben sinds die jaren heel veel meegemaakt. We kijken de toekomst tegemoet. Niet met zekerheid wat het zal worden, maar wel vol moed. Dat we de strijd tot een goed einde zullen kunnen brengen. Door onszelf of door degene aan wie wij de fakkel zullen mogen overdragen. Maar in Suriname zegt men ja, Gods woorden maalt langzaam maar zeker. En wat hier niet op aarde gebeurt, inderdaad, niet waar. Men zal boven niet alleen de Almachtige ontmoeten, maar we weten dat niet alleen nabestaanden gaan zijn, maar ook daders en ook hun aanhangers.